Het is Foute Kerstrijdag. Maar ja, we gaan naar de bijna donkerste dag van het jaar. Dus zo, al met al komen we weer ergens vandaag. Helemaal leuk. En ze heeft er zo'n zin in. We hebben er zo naar uitgekeken. Ik ben weer met Kitty. Goedemorgen, het is vrijdag, de laatste dag van deze week. En ik ga ook even zwemmen. Ja, morgen eindelijk hè. Dan nog 1 week en dan vakantie. Dat is ook gelijk de laatste week school van dit jaar echt. Ik ben er zo aan toe. Ik ben er veel meer aan toe dan Sarah, dat is het erger. Al is het alleen maar om het niet vroeg mijn bed uit te hoeven. Dat is echt het grootste ding voor mij. Nu een bakje aanmaken voor Sarah en dan ga ik Sarah mee naar de school brengen. Oh wacht, het is Foute Kerstrijdag. Ze hebben allebei een hele leuke Foute Kersttrui aan. Laten zien dames, jullie truien. Oh, je hebt een kerstboot en je hebt een rendier en het is veel te donker. Vrij. Oh, jij kan hem ook nog veranderen. Ik ga even een zaklamp op jullie schijnen. Kijk, hoe leuk. Sarah, je bent een beetje een skatemeisje zo met je muts. Echt super leuk. Het is echt donker vandaag. Die meiden zijn op school, toen nog even gezwaaid, nog even met jullie staan kletsen. En het is gewoon nog steeds vrij donker. Maar ja, we gaan naar de bijna donkerste dag van het jaar. En daarna, dat is heel goed, worden de dagen langer. En gaan we dus richting de zomer. Ook al wordt het eerst nog koud en gaat sneeuw en vriezen, maakt me niet uit. We gaan gewoon richting de zomer. Gelijk maar alles gaan klaarzetten voor straks. Want zij heeft naar school natuurlijk zwemles. En toen zag ik de was. En toen ben ik dat heel veel gaan opruimen. Alles wat droog was. Nieuwe was klaargezet. Oh, mijn tijd vliegt. Al van die kleine dingetjes gedaan. Dus mag eigenlijk al bijna weer naar school. En ik wil heel erg trekken in een bak thee. Want ik heb het gewoon nog steeds koud. Alleen als ik hem nu zet, dan is het te heet om te drinken voordat ik de deur uit moet. Dus ik ga hem zo weer voorkoken. Dat doe ik wel vaker. En dan, als je weer komt, hoef ik hem alleen nog maar een heel klein stukje te koken. En dan kan ik gelijk thee zetten. Dus dat vind ik altijd wel fijn. En deze staat ook weer op te laden. Dan kan die zo gelijk aan als ik weer de deur uit ga. Dus zo, al met al komen we weer ergens vandaag. Maar gisteren had ik echt een dag dat ik me best wel weer energiek voelde en zo. En vandaag echt zo totaal niet. Het is echt, nou goed, wel leuk. Zij gaat vandaag weer naar zwemles. En dat is de laatste keer oefenen. En morgen diploma zwemmen. Dus echt helemaal leuk. En ze heeft er zo'n zin in. We hebben er zo naar uitgekeken. Echt dagen afgeteld. Het is helemaal spannend vanmorgen. Alleen wel echt jammer. Ik mag het zwembad dus niet in. Dus ik kan niet filmen of foto's kijken. Want je staat echt buiten. Maar precies zeg maar aan de verkeerde kant. Dus je ziet eigenlijk niks. Als ze in de buurt komen zwemmen, dan zit je voornamelijk achter een muurtje. Dus dat vind ik wel echt zo balen. Dan kijk je er echt zo lang naar uit met z'n tweeën. En dan, ja, dan moet het zo. Dus ik probeer me maar gewoon heel blij te houden dat ze mag afzwemmen. Want ze vond het zelf ook al moeilijk dat ik niet mee mocht. Dus we proberen het vat maar even een beetje vol te houden. Ik ben weer met mijn kleine guppie. En we lopen in de wegen en dat vind ik stom. Maar wat vertelde jij? Dat ik allemaal werk af heb en waar ik niet blij om ben. Kijk! Oh, nou net liep ze uit. Oh, die loopt mooi op het pad, hè? Ja. Mooi zijn ze, hè? Deze stak net voor ons over. En nu laat hij deze billen zien, Sarah. Hij is mooi, hè? Ja. Er zitten hier heel veel reigers de laatste tijd. We gaan gelijk de adventskalender doen, want die zijn we gisteren vergeten. En dan vandaag. Heb jij hem? Ja. Nummer 10. Spannend. Ik weet het. Oeh, wat is dat dan? Chocolade. Ik denk niet in chocolade, toch? Het is een beautykalender. Nee. Niet kapot te maken, je kan hem er gewoon zo uithalen. Wat moeilijk, hè? Nee,
Zat hij niet aan de voorraad? Wil je? Ik denk dat het een bruisbal is. Zo ruikt het wel. En de elf? Oh, die zit ernaast. Kijken. Deze zit in folie, dus we kunnen niet helemaal zien nog wat het is. De schaar is weg. De schaar! Oh, dan zal die ook wel gevallen zijn. Bij jou valt ook alles eruit. Even zijn. Ik hoor wel iets los. Hou de camera's vast, alsjeblieft. Hou de camera even vast, alsjeblieft. Dan kan ik even zo. Oh, daar is de schaar. Tada! Zo'n kleine schaar? Dat is een nagelschaartje. Daar kan je zo... Ja, ga ik niet doen in mijn nagels nu, maar dan kan je zo... Hij is ook een beetje rond. Zie je het puntje? Ja. Dus dan hebben we ook nog een nagelschaartje erbij. Zal ik heel stiekem kijken wat hierin zit? Nee. Even kijken. Je zit nou maar heel dicht op me. Ja, een bruisbal. Een bruisballetje. Ik zou hem zo graag willen hebben. Oh, ja, maar jij hebt echt nog 30 bruisballen boven. Het is wel mini. Hij is leuk, hè? Ja. Een kleintje. Een mini bruis. Ik ben weer met Kitty. Even terug. Maar we hebben net de hele tijd zitten kletsen. Dus we gaan nu al Sarah ophalen. Dat is ook voor ons voor Sarah. Oh ja, 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 dat was de bedoeling. En Sarah gaat je daar iets leuks vertellen. Ja. Maar dat mag ze zelf doen. Ja. Wij hebben lekker pannetjes gehaald. En die camera staat een beetje raar. En dan gaan we opeten. Want ik heb hier... Hé, hey, mag ik het eerst? Ja. Oh, nee, is er. Hij is wel echt net eruit, hè? Ik moet hem echt een puntje pakken. Heb je geen naast of heb je geen? Oh, die zit erin, denk ik. Dat vind ik altijd zo niet handig, eigenlijk. Oh. Ja. Maar is dat geen tissue? Nee, niet voor mij, hoor. Maar voor jou. Voor jullie. Of voor Sarah misschien. Nee, hiermee... Moet jij... Nee, joh, ik doe al... Dankjewel. Oh, dit is zo lekker. Ik heb hier zo'n trek in. Ik wilde eigenlijk meer halen, maar ik denk, dan gaan we echt niet meer eten dadelijk. En het liefst had ik er gewoon 100 gehad. Of 300 halen. Allemaal 100. Mm. Kitty is naar huis. Ser kwam eigenlijk ook nog onverwachts even langs. Nou, Eva, we hebben best wel een tijd zitten kletsen, maar we zaten zo te kletsen dat we er helemaal in zaten. En nu even de bol opruimen. Want ik heb, we hebben alle spullen van het eten eigenlijk zo in de keuken geschoven. En Ser kwam toen eigenlijk gelijk ook al binnen, dus... Alles staat nog beaardigd. Dus even boer aan kant. Of het gaat er ook niet helemaal in. I'm not liking that. Maar goed, het was echt wel mega gezellig. En ik vind het altijd leuk als vriendinnen die elkaar dan niet heel erg kennen, het dan ook wel echt heel erg kunnen vinden en ook gewoon heel erg kletsen. Ik vind dat altijd echt wel heel erg leuk. Even passen meet hier. Ik moet snel even die vaatwasser draaien. Even kijken wat ik er allemaal nog in krijg. En alle dekjes op de bank. Want we hebben dus met z'n allen in dekentjes gewikkeld. We zijn echt allemaal 10 deken. Echt, ik zweer, ik vind dekentjes op de bank de best thing there is. Zelfs als het zomer, dan wil ik nog een deken. Dan vind ik het veel te warm. Steekt alles eruit, omdat ik met de moordse zweet in. En dan... Maar ik moet gewoon die deken. Het is gewoon een way of life of zo geworden. Maar ik ben niet de enige. Ik weet Ser is precies zo. Kitty houdt ook wel echt van een dekje op de bank. Het ligt gewoon lekker. En dat op het moment dat je wilt gaan editen. Dat je nog even over hebt. En dat je dan dit krijgt. Ja. En nu is het laat. Want, sorry, ik krijg de stroom niet uit. Op. De computer deed er gewoon echt bijna anderhalf uur over om deze geweldig leuke update te doen. Dus ik heb letterlijk niks nuttigs gedaan behalve zitten wachten tot mijn computer klaar was. Want ik hou er echt niet van om de computer aan te laten als ik naar mijn bed ga. Ik heb nog wel even wat laatste dingetjes opgeruimd die ik net nog niet had gedaan. En toen maar heel even tv gekeken. En nu ga ik maar snel slapen. Want ik ben moe en morgen is de grote dag voor Sarah. Maar dat is pas in de middag, dus ik kan gelukkig wel uitslapen. Dus ik ga snel mijn bed in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer.